Ik ben Chinello en ik ben de eerstejaarsstudent van Finance & Control. En ik ga jullie laten zien hoe mijn dag eruit ziet. Let's go! Peace! Zeg allemaal even hey! Bij Finance & Control leer je alles over financiële plannen, administratie en financiële risico's. Als je nieuwsgierig bent naar alle ins en outs van een bedrijf, dan ben je aan het juiste adres bij de opleiding Finance & Control. Ja, het is wel belangrijk dat je economie in je pakket hebt gehad. Of bedrijfseconomie als je van de MBO komt. Ja, dit is een brede opleiding en je kan er veel kanten mee op. Je kan bijvoorbeeld financieel adviseur worden, je kan financial controller worden en ja, nog veel meer. In het eerste jaar heb je veel theorie, maar je hebt ook elke periode een project waar aan je werkt en dat is heel praktijkgericht. Het is wel goed in balans. Veel theorie, maar ook veel praktijk. Je hebt mensen zo energiek als ik, maar je hebt ook mensen die echt heel serieus zijn. En ik denk dat we wel echt analytisch zijn ingesteld. We stellen over het algemeen niet zoveel vragen. We doen gewoon vooral. Het is een brede opleiding, waardoor de baangarantie groter wordt. En je kan er gewoon heel veel kanten mee op. Ja, dan Top. Mogen jullie weer aan de slag. Dan komen jullie weer even terug, ga ik weer wat informatie geven en dan gaan jullie weer verder aan de slag. Toppie! Ja. Duidelijke opdracht? Oké. Okay. We hebben dus zo net dus half uur college gehad. En we gaan nu uit elkaar, we gaan de opdracht doen. Gaan we elkaar sterke en zwakke punten opnoemen. Mijn projectgroep wil dus eerst drinken halen. Er is altijd iets voordat je gaat samenwerken. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Dat is echt het verschil met meisjes samenwerken. We gaan nu een plekje uitzoeken en dan gaan we de opdracht doen. Wat zijn mijn sterke punten? Je bent heel overtuigend. Ik ben overtuigend. Ja? Zo lang! En mijn zwaktepunt is, dat is ook belangrijk, hè? Je luistert niet goed. Ik luister niet goed. Je drinkt dingen verkeerd open. Zo net sprak ik over, ja, dit is wat je krijgt als je met meisjes gaat samenwerken. Dit dus. Zoals jullie zien, we werken in groepjes met het project. Voor de rest met hoorcolleges. Is het vooral zelfstudie en de colleges helpen je gewoon om de stof door te leren. Je kan de docenten altijd mailen en ze reageren altijd vliegensvlug. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze dag. Ik hoop dat jullie hiervan wat hebben opgestoken en dat jullie nu beter jullie studiekeuze kunnen maken.